Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de medische zending een crew georganiseerd met de dorpskapiteins en gramans van de Franse en Surinaamse Wayana-dorpen. Tijdens deze crew werd gesproken over de preventie van malaria en de verschillen in de aanpak van malaria in Suriname en Frans-Guyana. Beide landen hebben geconstateerd dat het aantal malariagevallen in het grensgebied langs de Lawa-rivier toeneemt. Suriname is hard op weg om malaria te elimineren. Daarom is het belangrijk om alert te zijn dat er geen herintroductie van malaria plaatsvindt vanuit het buitenland. Ter preventie heeft het ministerie van Volksgezondheid 1400 klamboes overgedragen aan de medische zending voor distributie onder de Wayana-gemeenschap. De malaria-surveillance in het zuidelijk grensgebied zal worden versterkt om nieuwe infecties vroeg te kunnen ontdekken. De crew is gehouden op 15 januari te Kouamhakken in het district Sipaliwini.